iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je misschien wel in onze video van vorige week hebt gezien, was ik die dag jarig. En je vindt het natuurlijk ook in de titel van deze video. Want ik ga vandaag mijn verjaardagscadeautjes laten zien. Ik ben precies een week geleden jarig geweest. Ik ben 30 jaar geworden. En ja, het is wat jongens. Maar goed, ik wilde deze video opnemen niet om op te scheppen over hey, dit heb ik allemaal gehad voor mijn verjaardag. Maar gewoon puur omdat ik het heel erg handig vind om zulke video's zelf ook te kijken. Het geeft je misschien namelijk ideeën voor wanneer jij bijvoorbeeld een cadeautje wil kopen voor iemands verjaardag of voor een andere gelegenheid. Of wanneer je zelf een lijstje wilt gaan opstellen met dat cadeau-ideeën die anderen voor jou kunnen gaan shoppen. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Laten we beginnen. Nou, ik begin met het allereerste item dat je misschien al wel voorbij hebt zien komen in deze video. Namelijk hier. Ik heb hier de gordijnen van het raam openstaan. Normaal heb ik die altijd dicht als ik aan het filmen ben. Maar omdat ze hier dicht zitten vanwege de hitte, want die komt vanaf die kant, heb ik die dicht zitten en moet ik deze openzetten, want anders is het heel erg donker hier binnen. Maar net kwam de buurjongen langslopen. Hij keek niet, maar ik schrok er wel heel erg van. Want het is zo awkward. Awkward mode. Please, ga weg. Ik heb van mijn vriend een Apple Watch gekregen en dat is deze natuurlijk. Ik ben er echt onwijs blij mee. Ik wilde heel graag een Apple Watch, want ja, het leek me gewoon heel erg handig. Ik had begin dit jaar ook die Apple oordopjes gekocht en daar werkt deze ook gewoon heel erg chill mee. Want je kan heel makkelijk verder gaan met muzieknummers of het volume aanpassen en dergelijke. Ik kan er echt van alles mee doen en een vriendin van mij, Jolien, die had er ook al eentje. En daar had ik ook al gewoon gezien van hoe handig zij hem vond en ja, door haar ben ik gewoon steeds meer nieuwsgierig naar geworden. En kwam die dus gewoon echt op mijn wishlist te staan. Dus ik ben echt onwijs blij dat ik deze heb gekregen van mijn vriend. En ik ben er echt de hele dag lekker mee bezig. En ik hou echt gewoon van dit soort dingen, dit soort gadgets. Dus super dankbaar voor. Nou, over jullie gesproken. Dus een van mijn beste vriendinnetjes van haar en haar vriend, of haar man trouwens zelfs. Ze zijn onlangs getrouwd. Heb ik het super schattige kussen gekregen. Er staan allemaal lama's op. Deze schattige kwastjes zitten eraan. Hij is super zacht. En ik vind deze kleuren vooral echt heel erg mooi en rustig. Past perfect bij mijn interieur. Dus ik heb dit super leuke kussen gehad. En ze gaat me een paar keer meenemen naar de bioscoop. En dat vind ik ook echt gewoon heel erg leuk. Dat is iets wat wij eigenlijk jaren hiervoor ook al deden. Gewoon met z'n tweetjes naar films. En naar de bios gaan, dat doe ik zelf echt maar heel erg weinig tegenwoordig. En het voelt echt als een luxe. Dus ik vind het heel erg leuk dat ze dat als cadeau gaat geven in ieder geval. Ik ben heel erg excited. Laat me eventjes weten of er misschien een film is in de bioscoop die jij aanraadt. Die nu momenteel draait. Of misschien de komende tijd of iets dergelijks. Moving on. Over huizen gesproken. Ik heb ook twee sets met geurstokjes gekregen. Dit is Amberwood Rose Diffuser. Ik ben wel echt super gek op geurstokjes. Want je hoeft gewoon niet zeg maar in de gaten te houden van brandt die? Kan ik mijn huis veilig verlaten? Heb ik de kaars al uitgedaan? Dus dat is wel echt heel erg chill. Ik zal even kijken of ik het uit kan halen. Hij heeft zwarte stokjes, wat ik echt wel heel erg mooi vind. Zo ziet de fles eruit. Heel erg minimalistisch en basic. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dit is namelijk er ook eentje. Dit is Green Tea Berry. En die heeft trouwens echt een super leuke verpakking met deze cactusjes erop. Die vind ik ook heel lekker. Er zitten helemaal geen stokjes op. Maar het is volgens mij in de vorm van een cactus. Oh nee, hij is gebroken. Oké, misschien kan ik het nog lijmen. Oh, dit is apart. Kijk, het heeft bovenop een... het is een soort van steen gemaakt. En dat moet je dus in het... dingetje doen. En dan gaat dit erin. Dan gaat waarschijnlijk die geur helemaal zo erin. Dit kleine stukje is afgebroken. Maar die kan ik denk ik met wat lijm wel weer erop zetten. Dat is wel echt super cool. Dus in plaats van de stokjes heb je dit waar dan blijkbaar de geur uitkomt. En helemaal doordrenkt wordt met die geur. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat werkt. En of er een beetje geur en zo uitkomt. Verder heb ik ook deze gekregen. Dit is een shampoo, bath en shower gel van Pure Grace. En dan in de geur Endless Summer. Of de geur is eigenlijk Pure Grace. En dan is er een nieuwe. Die is dus Endless Summer. Dit is van het merk Philosophy. En alle Grace geuren van Philosophy vind ik echt ontzettend heerlijk. Ik ben echt
al jaren fan van deze geur en is echt een beetje mijn statement geur. Nou is deze Endless Summer net, ik denk dat dit een soort van limited edition geur is, maar hij ruikt echt onwijs lekker. Dus ik ben op dit moment nog eventjes bezig met een andere douche gel, maar zodra die op is, dan gaat deze sowieso de douche in, want hij ruikt echt fantastisch. Hebben we ook nog een andere foaming shower gel. En deze is van Treats Traditions in de geur Lavender and Grape Seed Oil. En foams vind ik ook altijd echt mega leuk en chill voor onder de douche. Dus nou moet ik eigenlijk een beetje gaan kiezen van welke ga ik als eerste onder de douche gebruiken. Alright, ik laat bijna vallen. Het volgende wat ik hier heb is een doos met allemaal verschillende beauty goodies die ik heb gekregen. Waaronder een geurtje van Miss Dior. Geurtjes zijn natuurlijk altijd heel erg lekker om te krijgen. Aangezien het wel echt zeg maar zo'n luxe is die je misschien zelf niet heel erg snel voor jezelf koopt. Ik heb verder ook dit geurtje. Dit is een roll-on stick of een roll-on geur eau de toilette van L'Occitane in de geur Cherry Blossom. En hier ben ik ook echt onwijs enthousiast over, omdat dit sowieso een hele lekkere geur is. En wat ik heel erg chill vind aan dit geurtje is dat het gewoon zo'n roll-on dingetje is. Bovenop er zit er zeg maar zo'n balletje. Dus ik kan heel makkelijk hem zo overal aanbrengen. En ik vind het heel erg chill om dit geurtje gewoon als standaard in mijn tas te hebben. Dat mocht ik vergeten om in de ochtend een geurtje op te doen, wat helaas echt super vaak voorkomt, dan heb ik gewoon een geurtje mee op zak, zodat ik toch nog een beetje lekker kan ruiken. Dan heb ik hier ook nog een heel leuk toilettasje van Mario Badescu. Ook nog wat producten van Too Faced. Dit is de Replenishing Face Primer Silicone Free. Ik gebruik namelijk niet zo heel vaak primers, omdat het meestal niet helemaal goed gaat met mijn huid. Maar aangezien er geen siliconen in zitten, wil ik deze wel even gaan proberen. Even kijken hoe mijn huid daarop reageert. En ik heb ook nog twee mascara's van Too Faced. Ze zijn allebei hetzelfde, alleen dit is de full size en dit is de mini. Super fijn om natuurlijk mee op reis te nemen. En dit is de Better Than Sex mascara. Daar heb ik heel vaak over gehoord op YouTube video's, beauty tutorials. En als ik eventjes heel even in de toekomst mag springen. Ik heb vandaag deze look gefilmd. Dit is mijn zomerroutine, zomer make-up routine. En daar heb ik ook meteen eventjes deze snel voor uitgeprobeerd. En ik kan je zeggen, hij is super fijn. En wil je wat meer detail hierover hebben en hoe die aanbrengt, dan laat ik dat wel even zien in de make-up routine. En die komt niet volgende week, maar die week erop, denk ik. Dus dan weet je dat alvast. Deze laat ik daar nog wat beter zien. Wat ik ook voor mijn gezicht vandaag heb gebruikt en wat ik heb gekregen als een cadeautje is deze Everyday Face Gradual Tanning Milk van Bondi Sands. Vorig jaar hebben Tana en ik een samenwerking gehad met Bondi Sands. En sindsdien ben ik helemaal hooked van of over hun producten. En ik vind het heel erg fijn om te gebruiken. Ik gebruik vooral heel vaak de Everyday Face Body Lotion. Dat is een hele fijne body lotion die gewoon heel geleidelijk jou een kleurtje geeft. Wat ik wel heel erg chill vind. En toen kwam ik erachter dat ze ook van diezelfde, ja, van hetzelfde soort product een product hebben voor je gezicht. Dus toen dacht ik, oh, dat vind ik wel heel erg fijn om uit te proberen. Dus die heb ik aan mijn vriendinnen gevraagd. Ook deze heb ik al een paar keer gebruikt. Mijn huid reageert tot nu toe gewoon helemaal prima op. Dus dat is super fijn. En hier ben ik ook heel erg blij mee. Dus deze komt ook in een paar video's. In de toekomst komt deze nog terug en laat ik die ook zien hoe ik die gebruik en dat soort dingen. Ook van mijn vriendinnen heb ik van Fashionology wat gekregen. Ik heb hier allereerst deze ringetjes. Ze zijn echt super klein. Ik denk dat je ze bijna niet eens ziet, maar ze zitten hier. Het zijn volgens mij de 8 mm ringetjes, maar ze lijken echt nog kleiner. Ik vind ze echt heel erg mooi, want die wil ik gaan dragen in de bovenste gaatjes van mijn oor. Want daar heb ik net iets minder oorlel, dus de meeste oorbelletjes die ik daar draag, die zijn, ja, die steken wat meer uit, zeg maar. Dus ik dacht, dan is 8 mm wel heel erg mooi. Zodat die echt lekker mooi om je oorlel zit, als het ware. In goud, voor de duidelijkheid, deze heette de Tiny Hoop Earring Gold. Maar ik zal ook gewoon nog een keer het linkje in de beschrijving zetten, mocht je deze ook mooi vinden. En dan heb ik ook gekregen de Dali Hoop Earring Gold. Deze zijn 10 mm, dus deze zijn ietsje groter. En er zitten van die hele mooie balletjes onder. Geeft een beetje echt zo'n Oosters Bali effect, wat ik heel erg mooi vind. En die wil ik aan de onderkant in de gewone oren gaatjes dragen. En ik heb ze allebei in goud gevraagd, want ik ben de laatste tijd een beetje meer naar de goudkant gegaan. Dus ik droeg eerst alleen maar zilver. En nu wil ik een beetje mixen en matchen. Of draag ik soms alleen maar goud. En dan heb ik trouwens ook nog
een paar repen chocola gekregen. Dit is echt weer een flinke voorraad. Die kan ik heel erg lang mee vooruit. Ik moet ze wel eventjes goed opbergen. Want met deze temperaturen wil ik niet dat ze gaan smelten. En die kans is er. En ik heb hier een hele lekkere pure chocoladereep in biet en hazelnoot. Ik heb hier ook een Tony reep. Dat is echt altijd goed. Vind ik ook echt mega lekker. Deze is ook puur en dit is in de smaak amandelzeezout. Heb ik hier nog eentje van Tony. Dit is een melkreep en dit is popcorn disco dip. En dan heb ik hier nog een melkreep en dit is chocus. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar de verpakking ziet er echt super leuk uit. White and ruby chocolate. Dus ik denk dat deze roze gekleurd is. Wat er heel erg leuk uitziet. Wat ik ook heb gekregen. Wat ik echt super leuk vind. Zijn twee dingetjes die ik hier in mijn hand heb. Allereerst. Dit boekje heet Ik geef je wijsheid. Deze is van Happiness. En het is een heel klein compact boekje. En hier staan allemaal mooie uitspraken. Gedachten in over wijsheid. En teksten en diepe inzichten van toen en nu. Ik vond deze wel heel erg bijzonder. Dus ik dacht ik deel me eventjes met jullie. En gaat als volgt. Ik probeer zo min mogelijk energie in hoop te investeren. Ik probeer in het nu te leven. Dat is het enige werkelijke moment. En ik vond die wel echt heel erg bijzonder. Want ik moest echt eventjes over nadenken. Want als ik het woord hoop zie en lees of hoor, dan denk ik altijd gewoon wel heel erg aan positiviteit. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel heel bijzonder dat ze dus, of dat deze quote eigenlijk dus zegt, blijf gewoon in het nu en blijf met het nu bezig, nu met jezelf en niet pas bijvoorbeeld in de toekomst wat je dan hoopt te bereiken. Dat vond ik zelf wel een hele bijzondere en mooie. Wat ik hier heb, moet ik nog eventjes gaan uitpakken. En het heeft met reizen te maken. Kijk, en als je hem opent, zitten hier meerdere boekjes in waar je dus dan in kunt schrijven. Een travel notebook dus. Ik vind het in ieder geval echt super mooi uitzien. Ik denk ook zeker dat ik hem gewoon voor thuis kan gebruiken. En ik vind het wel heel erg leuk dat het zo allemaal apart is. Nou, ik ben de laatste tijd ook helemaal obsessief met alles dat met bamboe en rotan te maken heeft. Dus ik had gezien dat ze bij Zara deze prachtige spiegels hadden. Dus die heb ik ook gevraagd. En van de zus van mijn vriend heb ik deze spiegel gehad. En ook dezelfde stijl, maar dan een beetje een ovaalachtige vorm. Die heb ik al in mijn slaapkamer hangen. Groter dan ik dacht dat ze waren, want ik had ze op de webshop gezien. En ik ben er echt onwijs blij mee. Mocht je trouwens benieuwd zijn, ik heb hier met Tara ook een video over gemaakt hoe je zelf deze soort spiegels zelf kunt maken. Deze is misschien nog wel ietsje mooier natuurlijk. Maar mocht je het gewoon leuk vinden om hier zelf mee aan de slag te gaan, ik zal het even in het ietsje linken. Dan kun je zien hoe wij zelf zulke stijl spiegels hebben gemaakt. Verder heb ik ook van Serena een hele mooie mand gekregen. Mand, dienblad, schaal. Het is een beetje van alles ertussenin. Hij is vooral echt heel erg lekker groot, wat ik heel erg fijn vind. En ik ben hier echt helemaal verliefd op. Ik denk dat ik deze gewoon lekker op mijn grote eettafel ga neerzetten. Kunnen allemaal rommeltjes en troepjes in. En tegelijkertijd staat het wel nog allemaal netjes omdat het op één plek zit. Het volgende item dat ik heb gehad is dit. Dit is de Beeswax Food Wraps. En dit zijn eigenlijk lappen stof. Die zijn gedrenkt in bijenwas. En ik zal het even uit de verpakking halen trouwens, dan kan je het beter zien. Het ziet er zo uit. Zoals ik zei, het zijn dus lapjes stof die zijn gedrenkt in bijenwas. Dus de lappen stof die voelen, ja, hoe zeg je dat? Een beetje een soort van semi-kleverig aan. En je kan ze in verschillende plekken en vormen vouwen met behulp van je lichaamstemperatuur. En je gebruikt dit bijvoorbeeld om bakjes mee af te dekken. Maar ook om bijvoorbeeld etenswaren in te verwikkelen. Als je bijvoorbeeld een avocado hebt die je maar voor de helft hebt opgegeten, kan je dan in zo'n stuk stof wikkelen. Dus het is een alternatief voor de plastic zakjes. Wat natuurlijk super fijn is om minder plastic te gaan gebruiken. Volgende item dat ik heb gekregen is een big gift card voor de Bijenkorf. Vind ik ook echt super chill. Bijenkorf is echt een beetje een soort van luxe winkel voor mij. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik daar kan gaan shoppen van mijn gift card. Misschien wel iets van een mooie kaars of een lekker geurtje of een mooi make-up product en zo. Dus dit is ook echt heel erg leuk om te krijgen. Ik heb trouwens van de meeste mensen ook gewoon geld ontvangen. Zodat ik gewoon mooie dingetjes daarvan kan shoppen. Bijvoorbeeld van Tara heb ik ook geld ontvangen. Dat is iets wat ze meestal nooit doet. Maar ik had gevraagd
om een zonnebril op sterkte. Maar ze hadden daar geen tegoedbonnen voor en dergelijke. Dus ze dacht, nou, Laris, hier heb je het geld. Ga zelf dan maar je zonnebril uitzoeken. Dus dat heb ik gekregen. Nou, dat waren de cadeautjes die ik heb gekregen voor mijn verjaardag. Althans, dat waren de cadeautjes die ik jullie kon laten zien. Ik hoop dat je er wat inspiratie uit kunt halen voor wanneer je zelf cadeautjes vraagt. Of wanneer je cadeautjes aan een ander geeft. Mocht het mogelijk zijn, ga ik ook in de beschrijving linkjes zetten naar de items die ik heb laten zien in deze video. En laat me ook eventjes weten wat jij voor het laatst voor je verjaardag misschien hebt gehad of op een ander moment. Of wat er misschien wel op je verlanglijstje staat. Let me know, ik ben heel erg benieuwd. Vergeet ook zeker niet deze video een duimpje omhoog te geven. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal, dat kan je gewoon heel gratis doen. De abonneerknop zit hier ergens beneden volgens mij. Dus klik daar gewoon gezellig op. En wij vinden het heel erg leuk als je bij de Enthousiast Weekend Family komt. En ik zou willen zeggen super bedankt voor het kijken naar deze video. En we zien jullie heel snel weer terug volgende week in een nieuwe. Doei doei!